Hey, Bomo Explorers. Hey, Bomo Explorers. We zijn weer een dagje onderweg. Vandaag hebben we speciaal iemand meegenomen. Ons moeder. Die ging een keer mee. Kijk, ons moeder. Dag, moeder. Wij zijn in een dorpje waar mijn moeder vroeger gewoond heeft. Echt van heel vroeger uit. En we zijn hier ook op het kerkhof in dat dorpje. Het is een heel mooi dorpje. En we gaan eerst even kijken bij het kerkhof. Daar is een oom van mij begraven. Heb ik nooit gekend. Die was geloof ik al dood voordat ik geboren werd. Maar ja, het is gewoon mooi. En ik heb iets met kerkhof. Dus we gaan even kijken. Ons moeder gaat mee. Die vindt dat gewoon prachtig mooi. Is jaren niet mee hier geweest. Nou. Dus gaan we even kijken. Gaan jullie mee? Gaan jullie mee? Voilà. Kom. Peace. Is dat jouw opa? Nee. Oh. Nee. Ik weet niet meer wat opa is. Ja, zeker wel mooi. Ja, we hebben al allemaal Thank you.
schrik. Ja, die schaap is een beetje verkouden, denk ik. Is er iemand aanwezig? Och, nee. Ben je dat schaam? Och. Dat is niet van me. Ben. Dat schaam heb je ook nog gekend, hè? Ben. Hallo? Ik doe mijn machine veranderlijk. Steek. Is er iemand aanwezig? Iemand zei net mijn naam. Twee keer. Meteen toen ik hem aanzette. En waar was dat? Waar was dat? Hier ongeveer, hier. Wel apart, zo. Wil je mij jouw naam vertellen? Je kunt met mij communiceren met een kastje in mijn hand. Of ze lampjes laten knipperen. En dit apparaatje. Als je in de buurt komt, gaan de lampjes knipperen. Wij kunnen deze lampjes niet laten knipperen. Wat ik ook doe, bij ons gaan ze niet knipperen, want ik heb hem gewoon vast. Maar jullie kunnen ze laten knipperen. Als je in de buurt komt of als je het aanraakt, dan gaan de lampjes knipperen. Ik
bekende van iemand. Hallo? Is er iemand die met mij wil communiceren? Hier zijn veel mensen begraven die mijn moeder kent. Mijn moeder is ook hier. Mijn moeder is geboren in de Ooi. Weet je de naam van mijn moeder? Wil je de naam van mijn moeder zeggen? Het is een dochter van Gratje en Willemien Gerritsen. Zowel vroeger gezegd heb Willemien Pom. Mijn oma noemde ze vroeger Willemien Pom. Een broer van mijn moeder was ook hier begraven. Weet je zijn naam? Kun je zijn naam vertellen? Nee. Het was geen Piet. Hij is in 1974 overleden. Is er ook eentje van Gerritsen, van de dokter Kochlaan. Kennen jullie de naam van mijn moeder? Kennen jullie Gratje Gerritsen? Ik zal even een stukje lopen. Jullie kunnen communiceren met mij met een kastje in mijn hand. Zo, zo maar zeggen. Hier. Zat er net iemand aan Björn zijn broek? Ik weet het niet zeker, maar... Wie zat er aan mijn broek? Aan mijn been? Geen been. Ik stond ikke. Hoe is het anders? Het is net echt zo goed. Ja. Het is niet toegestaan om iemand van ons aan te raken, mits er toestemming gegeven wordt. Ja, daar ben ik.
Kun je mijn naam vertellen? Hoeveel zijn jullie? Hallo. Sta je hier nou vlakbij mij? Kun je dan de lampjes laten knippen? Ja, daar zijn we de oude, dus het is een nieuwe. Ja. Is er een iemand? Kun je mij een naam vertellen? In welk jaar bent u overleden? Wat is jouw naam? Mijn naam is Monique. Kun je mijn naam vertellen? Antoon van der Brink, ben jij dat? Dat is een goed Antoon. Ja. Antoon van der Brink, als jij dat bent, kun je dan die lampjes laten knipperen? Ja, mijn naam, hè? Wat denk je bij je eigen? Nee, ik zal het je gekken. Nee, als jullie dat... Ik loop er even een stukje verder. Oké. Is er hier iemand die met mij wil praten? Dat mag gewoon in het kastje wat ik hier in mijn hand heb. Het doet geen kwaad. Versterkt alleen eventueel jullie stem. Of dit kastje, andere kastje wat ik hier in mijn hand heb. Dat zit er langs op. Dat is de. Ik zal jullie laten knippen. Hij. Dat stond er.
Dat was duidelijk, hè? Henricus Wilhelmus Degelen. Ga weg, joh. Vinden jullie niet fijn dan? Als je niet wilt dat wij hier staan, laat dan even de lampjes knipperen, dan lopen wij hier weg. Wij kunnen dat niet, wij kunnen die lampjes niet laten branden. Ik kan er maar één aan en uitzetten. Top. Het is aan jullie om ze te laten branden. Een geweldig geluid. Ja. De Laurens heb ik voor u gebeden. Laurens. Dolores, heb ik voor u gebeden. Is er hier iemand die met mij wil communiceren? Gerardus, ben jij dat? Heb je dat, sorry? Nee, Johanna. Maria. Is veel Duits? Ben je van Duitse afkomst? Praat ik nou met Maria? Met Johanna. God. God? Praat ik met God? Zo hoorde dat. Dankjewel voor het communiceren. Ik ga hem nu uitzetten. Rust zacht. Duitser. Kijk maar, Duitser. Duitser. Dat is goed, Tag, mijn vrienden. Dankjewel.
Het is in New Zealand. Kun je ook tot oranje? Kun je ook bij de landjes wegstappen? Stapje terug, alsjeblieft. Wie, ik? Nee. Nee. Maar wil je zo graag communiceren? Als je graag wil communiceren, laat hem dan in het oranje branden. Je bent nu tot geel. Als je niet wil communiceren, kun je dan de lampjes niet meer laten knipperen? Een stapje terug. Wil je dat ik de spirit box aanzet? Laat hem dan helemaal tot het rechts rood knippen. Houd die box even bij je, tegen je aan. Als je hem aanzet, ik... Nee, daarom zet ik eerst de box aan en dan pas het apparaat. Dan zet ik hem eerst zachter. Hij begint tot oranje kijken. Ja, hier net tot rood zelfs. Dankjewel. Hier tot rood. Is er iemand hier? Geniet ervan. Kun je mij je naam vertellen? Weet niet.
Heb je van mij een naam? Zijn jij hier aanwezig? Dit is het. Mijn naam is Monique. Hallo. Ja, Monique. Hier zo. Moet u mij mijn naam vertellen? Volgende keer wel. Wat is de naam van die jonge man hier bij mij? Ik heb een fluistering. Wie fluistert er altijd in de apparaat? Wat nog een keer? Pas nog een keer? Ik zou graag een naam willen horen. Katinka. Nee. Zijn wij hier welkom? Ik ben kent. Met het apparatuur. Ja. En daar was het normaal dan? Ja, dat is al een paar minuten om te staan. Ja. Ik het af. Weet je wat dat was? Nee. Dat was een stukje van André Hazes. Dat was echt een stukje van André Hazes.
s'avonds, ja. Weer. Deze kaas is het. Vindt u de muziek van André Hazes mooi? Er zit een heel raar hoekje in. Hij staat op FM. Zet hem eentje dat terug laat. Thank you.